We zitten midden in de adventstijd en vertellen af naar kerstmis. En overal zijn dan ook al kerstactiviteiten aan de gang. Of ze zijn bezig met de voorbereidingen daarvoor. Zo ook in Neel. Of nee, Tamara? Ja, dat klopt. Dankjewel, Olaf. Ik ben op zoek naar het kerstgevoel. En ja, het is nog vroeg. De meeste activiteiten die vind je in december plaats. Maar in Neel zijn ze nu al bezig. Ze zijn namelijk in cafézaal Het Dorp. Ze zijn aan het repeteren voor een prachtig kerstconcert in de Oranjerie. En veel waren erbij. Kom er eens met kijken. Ik ben Jos Even. Ik sta op dit moment in Mechneel, in cafézaal Het Dorp. Het repetitielokaal van de Philharmonie Mechneel. En op de achtergrond zit je niet alleen de harmonie, maar ook het koor van de Ramuntse Gijs. En we zijn ons vuur aan het bereiden voor de Ramuntse Gijs Zink Kers. Ramuns kerstspektakel vol met Ramunse muziek, gebracht door een Neelder Harmonie, de Philharmonie. In samenwerking met de Ramunse Gijs, een koor dat al jaren natuurlijk bezig is om de Ramunse liedjes te brengen op allerlei bühnes. En dit keer doen we dat in de Oranjerie. En 11 december spelen we het concert in de Oranjerie. We hebben op zaterdag hebben we een avondvoorstelling die begint om 8 uur. En op de zondag hebben we een matinee voor de lui wat niet zo lang willen maken. Dus ik merk dat om 2:30 begint het dan. Ramuntse kerstconcert, dus wat dat betreft het meeste ervan is inderdaad in het dialect gezongen. Maar het is niet alleen gezongen, we hebben ook een hele verhaallijn erbij. De verhaallijn die werd gebracht door Hans van Bergen, de voormalig stadsdichter van Ramun. Hij had dat verhaal speciaal geschreven voor de Ramuntse Gijs, voor dit concert. En dat werd ook gelardeerd, dat werd omgeven door een zandtovenares, hoe we dat noemen, Colin de Dijn, uit Belsch. En dat werd een prachtig spektakel van vertellingen, van klank, muziek, van zang en van zangtekeningen. Het koor is ook al vanaf januari bezig. De harmonie ook al een paar maandjes. We hebben weliswaar een concours gehad tussendoor. Maar even goed, we hebben al heel vroeg zeven begonnen met de repetities en de voorbereidingen voor dit concours. Dus het werd echt een prachtig spektakel. Ja, en als je nu ook een leuke kerstactiviteit op de planning hebt staan binnenkort, laat ons dat dan weten. Veerkomme Geer bij je langs.